Kijk, je speelt natuurlijk wel veel wedstrijden. En afgelopen donderdag hebben we een hele zware wedstrijd gehad tegen Olympiakos. Ik denk dat dat toch wel met weinig herstel, dat het toch in de benen gaat zitten. Maar ja, het is zonde dat je je punten laat liggen. Ik denk dat we het slim hadden moeten uitspelen. Ik heb hier natuurlijk nog niet gespeeld, maar de jongens zeiden het al dat het hier nooit makkelijk is. Ja, maar dan vind ik dat de kansen die je krijgt, die moet je toch proberen meer uit te halen. En altijd zorgen dat je zelf niks tegenkrijgt. Dus dat is zonde dat we toch nog op het laatste moment een goal tegenkrijgen. We begonnen niet goed. Hielden de bal niet vast. Toen kregen we een rode kaart en toen hadden we echt zoiets van, ja, laten we nu even een beetje rustig gaan spelen. Laten we het uit gaan spelen. Ik denk dat we de tweede helft beter spelen dan de eerste helft. Ja, dan moet je slim zijn als we een rode kaart hebben. Dan moet je zorgen dat je zelf geen doelpunten tegenkrijgt. En dat je er zelf eentje maakt. En dat is niet gebeurd. En ja, het is zonde dat je hier verliest. Ja, de wedstrijden gaan door, hè. En we hebben hier nu verloren, maar we moeten niet met de koppen naar beneden gaan hangen. Het is donderdag weer een belangrijke wedstrijd. En dan moeten we zorgen dat we daar goed resultaat halen. En dan het weekend weer. We weten allemaal dat er nu veel wedstrijden komen. Dan is het belangrijk dat je lichaam goed laat herstellen. En als team gewoon bij elkaar blijft.